Zo, het is 29 december. Het begint nou echt spannend te worden. 2021 loopt op zijn laatste beentjes. En ja, je mag je favoriet van het jaar presenteren. Dus ik zit in een Dacia Spring. Ik was overigens niet de enige die die auto wilde claimen. Ik was iemand net een slag voor. En ik ga Lars bellen. Die zit voor me klaar. Even kijken hoor. Of dat allemaal handsfree kan. De telefoon gaat over. Hey Nick. Hey Lars, zit je lekker warm, joh? Hallo. Ik zit lekker warm en ik spreek met de beschermheilige van de vliegroest, volgens mij. Ja, dat klopt. Ja, klopt. Vliegroest, roestplekken, echt hele grote gaten, die bescherm ik ook. Heerlijk. En terecht. Ja, ik ben blij dat ik mijn praatje met jou mag doen. Want ja, samen hebben we toch wel een voorkeur voor een beetje minimale auto's. En, ja, dat klopt, ja. Ja, ik kan wel wat bijstand gebruiken, want ik zit in een Dacia Spring. En dat is natuurlijk, heeft natuurlijk niet ieders voorkeur, maar die van jou hoop ik wel. Ik kan de Spring wel hebben, ja. Ja, zeker vanwege een beetje gekke achtergrond, hè. Als Renault Kwid en zo in China en in India, dat soort plekken. Ja, ja. Het is een lekker minimalistisch autootje. Bevalt hij een beetje? Ja, ik vind hem hartstikke leuk. Ik heb jarenlang een Fiat Panda gereden. En als je ons medium volgt, dan heb je daar vast wel eens wat over gehoord. En ja, het is wel, het doet me een beetje aan die auto denken. Het is, ja, het is natuurlijk klein en tamelijk krap. En als je een tegenligger hebt, dan voel je de luchtverplaatsing. En hij heeft ook maar één ruitenwisser, deze Dacia. Net als mijn Panda. Dus ja, ik voelde een beetje als thuiskomen dit. Hartstikke leuk. Maar die link met de Panda, die leg je omdat het lekker zo minimalistisch is, zeg maar? Ja, ja, ik heb ontdekt in de loop van de jaren dat ik hou van auto's ja, waar weinig op te pretenderen valt. Weet je wel, dingen die simpel in elkaar zitten. Ik heb er meer bewondering voor als een fabrikant voor nou ja, 15.000 of 20.000 euro een hele slim ontworpen auto op de markt kan zetten. Ja. Die van alle gemakken is voorzien en hartstikke praktisch is, dan een fabrikant die voor een kwart miljoen piek een sportauto ontwikkelt. En dan denk ik van ja, als het mij heel veel geld moet kosten, dan kan ik het ook wel. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Het is gewoon weer een beetje back to basics en niet dat hele met computers afgeladen spul wat je tegenwoordig allemaal hebt natuurlijk. Ja, precies. Ja. Hij is ook gecrashtest, hè, de Dacia Spring. Hij heeft één ster gekregen. En ik moet zeggen, dat is er eentje meer dan ik vooraf had verwacht. En, en het is er eentje meer dan zijn duurdere broertje, de Zoe. Ja, daar is de Zoe. Ja, dat klopt. Daar is iets helemaal misgegaan. Maar van de Spring had ik het wel verwacht. Inderdaad ook omdat het zo'n auto is die zijn roots elders heeft. Ja. Ik word ook helemaal niet gehinderd door piepers en bliepers, rijbaanassistenten, systemen die ineens aan mijn stuur beginnen te trekken. Ik ben nog helemaal niet voor niks in de noodrem geweest. Het is gewoon, ik mag het hier allemaal lekker zelf doen. En dat is wat ik zo heel erg waardeer aan Dacia's. Zo. Geen bemoeienis en gewoon lekker puristisch een autootje. Ja, precies. Gewoon lekker ambachtelijk autorijden is nog een beetje. Ondanks dat we hier natuurlijk in een ontzettend groene elektrische auto zitten. Ja, maar zie jij jezelf al in zo'n Spring rijden? Ik weet dat je het nu doet, maar als zelf hebben, zeg maar? Nou ja, je weet, ik heb natuurlijk die Panda gehad, dus ik deins nergens voor terug. En nee. ik denk dat ik mijn plan voor 2022 wel klaar heb. Want, nou, ik hang aan je lippen. Nou, kijk, het is namelijk zo, ik wil een Dacia Spring voor de dagelijkse dingen, weet je wel. Om de boodschappen mee te doen en om mijn kinderen mee op te halen en om mijn fiets achterin te gooien. En als ik dan ga skiën en racletten in Zwitserland, dan wil ik een S-klasse hebben. En die staat het hele jaar door in de garage onder een dekentje. En die haal ik voor de vakantie, haal ik die dan tevoorschijn. En dan chase ik daar Europa mee door. En als ik dan weer thuis kom, dan zet ik de S-klasse weer, dan breng ik hem eerst naar de poetser en dan gaat hij weer onder zijn dekentje. En dan doe ik de rest van het jaar mijn dingen in mijn Dacia. En dan ben je helemaal het heertje de komende jaren. Ja, precies. Ja, ja. Hey, en nou ja, goed, de Spring, ik snap hem. Ja. Als een van de hoogtepunten, jouw leukere nieuwe auto's van dit jaar. Maar ja.
jij bent natuurlijk de man van niet van de nieuwe auto's, maar van het gebruikte spul. Ja, dat klopt. Ik doe de occasions bij Autoweek. Hij heeft een ontzettend korte draaicirkel ook trouwens, merk ik nu. Ik doe de occasions bij Autoweek al jaren en dat bevalt me prima. Niet in de laatste plaats omdat je dan niet op persreis hoeft bijvoorbeeld. Dat je dan met z'n allen naar het buitenland gaat. Ik ben er helemaal niet van. En ik vind auto's ook pas leuk als ze een beetje geschaafd en gebutst zijn en er een beetje leven aan zit. En klokje rond, dat is natuurlijk onze knaller. En daar vind ik de auto's misschien niet eens het interessantst, maar wel de mensen die je daar tegenkomt. En wat me bijvoorbeeld is bijgebleven dit jaar, is dat die man die kwam met zijn BMW 7-serie. En ik weet eigenlijk al niet eens meer wat voor 7-serie het nou precies was. Want het was een van de E65-generatie, dat weet ik nog wel. Zo'n Bengal. Ja, zo'n Bengal, ja. En die auto die is niet alleen berucht omdat mensen hem lelijk vinden, maar ook omdat hij in de beginjaren ontzettend vaak op de vluchtstrook stond. Ja. Omdat het een hele digitale auto is. Eentje uit de beginjaren van de digitale auto, zou ik maar zeggen. En die man die erbij zat, die zei van ja, wat mij nou zo aanspreekt in deze auto, is dat hij zo digitaal is. En dat er ontzettend veel computersystemen aan zitten, die maar zo heel zelden met elkaar samenwerken. En het moment dat ze dat wel doen, nou, dat was zijn moment van geluk. En hoe die auto dan verder functioneerde, of de schokbrekers oké waren, of de motorolie lekte, weet ik veel. Dat vond ik dan eigenlijk een heel stuk minder interessant, als de elektronica het maar werkte. Dat vond ik eigenlijk wel een soort van een nieuw type autoliefhebber. Ja, waar de traditionele autoliefhebber aan de mechaniek sleutelt, gaat hij aan de eentjes en nulletjes rommelen. Ja, precies. Ja. Dus hij vond al die oude computersysteempjes, die vond hij heel zo interessant. Ja. Nou, daar heb je handen vol aan in zo'n ding, ben ik bang. Dat zeker, wat hij ook zei van ja, het doet het maar zelden. Hè, maar het gaat om het moment dat alles het doet. En dan was hij volmaakt gelukkig. Dus dat, ja, weet je, dingen als de rollenbank, ja, dat is ook, ik vind die auto's leuk, maar ik vind ook de mensen die erbij horen en de verhalen, vind ik ook altijd zo interessant. We hebben iemand gehad met een Audi A8, een hele dikke auto. Dat was een man die kwam wel even vanuit Friesland voor zijn rollenbanktest. Nou, dat was gewoon een hele krasse 70er die zichzelf op een dikke auto had getrakteerd. En lekker trappen met het ding. Heerlijk. En daar stel tegenover dat er ook was er ook iemand met, er was toevallig ook een Audi, een A4. En die had een A4 gekocht met 120 pk en die stond op een dag, ik denk zijn auto te wassen in de straat. Toen werd hij aangesproken door de buurman en die zei van, goh, heeft hij maar 120 pk. Je weet ook dat je hem kan chiptunen. Nou, dat wist hij helemaal niet. Maar hij is het wel gaan doen en niet te weinig ook, dus die heeft het gewoon het maximale eruit gehaald. Dus die had een Audi met 210 pk ineens. En, cool. Ja, dat is wel, terwijl die man, die wist er eigenlijk helemaal niks van chiptuning of auto's of wat dan ook, weet je wel. En die denkt, ik ga het gewoon doen. Ja, die ging het gewoon doen. Het verbruik viel hem alleen een beetje tegen, maar dat... En weet je of dat technisch nog een beetje oké ging? Of had hij met klepstootjes te maken en dat soort zaken die er geen zin meer in hadden? Je kan wel tamelijk veilig een moderne turbomotor kun je wel chiptunen hoor. En het is alleen, de boel heeft gewoon meer te lijden. Ja. Dus in plaats van dat je turbo 300.000 kilometer meegaat, gaat hij misschien maar 150.000 kilometer mee en dat soort dingen. En ja, je moet je natuurlijk wel even goed laten informeren of de versnellingsbak eigenlijk wel tegen al dat vermogen kan. En, of dit het aan kan, ja. Ja, en chiptuning, zo is ook gebleken. Tuning in het algemeen is iets wat je moet bijhouden. Dus een auto die vandaag wordt opgefokt tot 600 pk. Ja, dat slijt ook allemaal weer in. En dat is over 5 jaar, dan meet je ineens nog maar 400. Ja, zul je weer aan de bak moeten om dat vele vermogen weer terug te krijgen. Maar ja, dat is de hobby. Ik ruik een nieuwe rubriek. Hoeveel vermogen zit er nog in na de chiptuning? Ja, we hebben wel een paar voorbeelden gehad hoor van chiptuning die een beetje aan het vergaan was. Ja, dat zijn allemaal goede verhalen. Maar weet je Lars, wat ik nodig heb in het nieuwe jaar, joh? Ik heb een Dacia Spring nodig, ik heb een S-klasse nodig en ik heb een boel leuke mensen nodig. En dan ben ik volmaakt tevreden. Nou, dan doen we toch bij deze een oproepje aan mensen om zich aan te melden voor jouw rubriek. Ja, zeker. Of rubrieken, trouwens. Ik kom alle meldingen niet tekort, maar je mag altijd komen. En als je een leuk voorstel hebt, een goede auto, waarvan je denkt van nou, daar zit een mooi verhaal bij.
dan moet je mailen. Occasions@autoweek.nl. En het zijn dus twee C's, maar ook twee S'en. Maar die S'en die staan dan wel op andere plekken, zeg maar. Dus je moet een S in het midden van Occasions zetten en een S aan het einde van Occasions. En dan kom je bij mij uit. Je mag het ook helemaal spellen nog als je wil, hoor. Helemaal van A tot Z. Ja, weet je, het is geen quiz, hè. We kunnen ook gewoon een titeltje onder in beeld zetten. Nou, ik ruik het op, ja. En dan gaan wij samen in een Dacia Spring op zoek naar een S-klasse voor jou. Ja, dat lijkt me leuk. Dat is goed. Top. Ik zet alvast een maandje in mijn agenda vrij voor dit avontuur. Hartstikke leuk, Lars. Oké. Hey, spreek je gauw en als ik je niet meer zie, dan een prettige jaarwisseling. Ja, insgelijks. Voor jou ook, man. Super. Ja. Op een mooier jaar. Tenminste, op een wat gezelliger jaar met z'n allen weer. Ja, laten we het hopen, ja. Ik durf er niet mijn hand voor in het vuur te steken. Nee. Maar goed, ik kan even afkloppen. Ik zit aan een houten tafeltje, dus daar gaat-ie. Ja. Ik ga met het verhaal nog afkondigen ook. Want het is morgen, is de grote baas aan de beurt. Dan zie je Damiaan, de allerbelangrijkste bij Autoweek. En ik ben heel benieuwd met wat voor auto hij op de proppen komt. Want ik zou het echt niet weten. Tot morgen.